verjaardagsdansje doen. Normaal zouden we dat in de les samen doen. En dan zouden we lekker een feestje maken, gezellige dansjes doen. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk even niet. Dus dan moeten we maar met elkaar dansen via de filmpjes. Goed, maken we gewoon zo een feestje ervan. Voor de mama's en papa's, als jullie thuis nog een ballon hebben, die hebben we eigenlijk straks nodig aan het einde van de les. Goed, dus misschien is het een goed idee, als jullie thuis één hebben, als papa en mama er vast één opblazen. Goed, ik heb er twee, maar één is eigenlijk al genoeg. Hé, dan gaan we lekker beginnen. Als het liedje straks begint, dan zingen ze, waar is het feest dan? Hier, hier, en dan spring je omhoog. Kom op! Nog een keer. Waar is het feest dan? Hier, hier, kom op! Dan hoor je, oh, oh, oh. Dan mag je lekker meezingen. En we gaan van rechts naar links. Oh, 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 oh. En dan springen we omhoog. Oh, 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 oh. Want het is feest, feest, feest. En we duwen onze handen omhoog. Feest, feest, feest. Dus dan springen we heen en weer. Zoals er nooit een is geweest. Want het is feest, feest, feest. En we feesten als een feest. Rol een rondje met je handen om elkaar. Dan een keer. Feest, feest, feest. Zing en dans maar lekker mee. Dan gaan we zwaaien. En bij het laatste. Feest, feest, feest. Het is feest voor iedereen. Goed. We gaan hem lekker met het liedje erbij doen. Daar gaan we, hè? Zijn we klaar voor een feestje? Komt ie! Waar is het feest dan? Hier, hier, kom! Waar is het feest dan? Betaal! Hier, hier, omhoog! Waar is het feest dan? Hier, hier, kom! Waar is het feest dan? Hier! Hier! En weer! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh.
kat maken. En die kat heeft kattenoortjes. Als ze zingen de kop van de kat is jarig, maken we oortjes. En je oortjes gaan heen en weer met je hand naar beneden en naar boven. De kop van de kat is jarig. En dan maken we pootjes. Die pootjes gaan zo. En dan gaan we naar beneden. En zijn pootjes vieren feest. Dan draaien we ons om, want zijn staartje kon niet meedoen. Zijn staartje kon niet meedoen, want hij was passie geweest. Dan draaien we weer terug om. Hij kwam net uit het ziekenhuis en hij had zo pijn in zijn keel. En dan huppelen we gezellig een vrolijk rondje. En dan nog dansen en dan springen was hem veel te veel. Met muziek! Zijn jullie alles klaar? Dat de oortjes erbij? De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Het staartje kan niet meedoen, want dat is pas ziek geweest. Daar gaan we! Hij werd uit het ziekenhuis, heeft zo'n pijn in zijn keel. En alle dansen en dat springen is hem veel te veel. Let op, hij is nu anders! De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Zijn buikje kan niet meedoen, want dat is pas ziek geweest. Even
wachten, want het duurt altijd best wel lang voordat je taart weer uit de oven kan. Dus dan gaan we even lekker voor de oven zitten. Zitten we even te wachten. Zo, dan hoor je ping. En dan is onze taart klaar. Dus dan pakken we hem uit de oven. En zetten we hem netjes op het aanrecht. Goed. Dan moeten we even afkoelen natuurlijk. Dus we moeten even blazen. Op die taart. En dan kunnen we hem gaan eten. Heerlijk. Weet jullie wat mijn lievelingstaart is? Appeltaart. Misschien moeten we die vandaag maar maken. Goed idee? Zijn jullie klaar om taart te bakken? Plak je voeten maar vast mooi tegen elkaar. Eens even kijken. We pakken de meel. Niet te maken. Want ja,
kring maken, dat lukt thuis niet in je eentje. En mij hier ook niet. Dus dan maken we maar gewoon een rondje. Zingen ze, kom in de kring. Dan moet je hands up zwaaien naar mij en zing. Dan gaan we draaien het rond. Nou, dat is makkelijk. Dus dan draaien we gewoon de andere kant op. Draaien het rond. Doen we schrik en vallen eens op de grond. En we gaan niet echt vallen, want dan zijn we niet op tijd. Dus we doen net alsof we gaan vallen. Goed? Dan zingen ze. Ik ben jarig, wat een feest. Ik ben jarig, wat een feest. Ik ben jarig, wat een feest. Ik ben nog nooit zo oud geweest. En dat klopt toch? Als je jarig bent, ben je weer ietsje ouder. We gaan het lekker met het liedje erbij doen. Goed? Ga maar vast klaarstaan. Voeten mooi tegen elkaar. En de handen in je zij, want we begonnen met de chassé. Weet jullie nog?
ze, dan is die altijd eerst klein, toch? En als je er dan lucht in doet, dan wordt die steeds groter. Ik heb er eentje, die is nog niet opgeblazen. En die gaan we heel voorzichtig opblazen. Ik zal hem niet laten klappen, oké? Komt die? Hij wordt van klein naar groot. Zie je dat? En als hij leeg loopt, dan gaat hij van groot naar klein, toch? Kijk maar. Dat gaan we ook met ons lichaam doen. Dus we maken ons straks eerst klein. En dan worden we steeds groter. Dan mag je komen zitten op je heupen. En dan gaan we steeds groter. Dan hoor je, je hoort niet echt een muziekje, maar je hoort wel het geluid alsof er een ballon wordt opgeblazen. Dus we gaan. Weer allergroot en weer klein. Yes, nog een keer. Nog groter, nog groter. En je moet straks heel goed luisteren naar het geluid van de ballon. Want soms gaat hij ook in kleine stukjes horen. En op het laatste horen we er iets te veel lucht in en dan klapt de ballon. Boom! Heel hard. Maak je maar klein. Groter. Groter, groter, groter. Blijf staan. En klein. Nog kleiner. Nog een keertje. Groot. Nog groter, nog groter.
liep leeg, hoorden jullie dat? Of een knuffeltje, dan kan je daar ook mee dansen natuurlijk. Want wat we gaan doen is gewoon lekker dansen. En we gaan proberen om de ballon op verschillende lichaamsdelen te laten liggen. Dus bijvoorbeeld, makkelijke is natuurlijk op je hand. Maar probeer dan eens te lopen of te dansen daarmee. En dan wordt het best wel lastig, want die ballon gaat wow, alle kanten op. Zien jullie dat? En dat kun je natuurlijk ook doen met je been. Hoe kun je hem laten liggen op je been? Dan moet je hem heel snel houden. Hup. En op je rug. Dat is een hele moeilijke. Maar jullie kunnen dat vast. Dus gaan we proberen.